Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down. De twee kindjes slapen nog. Ik ga nu Jordi even wakker maken, want als ik Liam wakker maak en Jordi wordt wakker, ja, dat gaat niet helemaal samen. En Jordi is niet zo heel langzaam. Dus ga ik even Jordi wakker maken. Jordi, je wakker worden, schatje. Wil je wakker worden? Hé. Wil je lekker wakker worden? Goedemorgen. Goedemorgen. Wil je lekker wakker worden? Oh, je bent doorgelekt. Dan moet je jou gelijk schone kleren aan doen. Eventjes dit slaapkopje beter wakker maken en aankleden. En dat is 1. En dan nu Liam wakker maken. Die gaat denk ik wel wat zagrijniger zijn. Liam. Wil je wakker worden? Die vast niet. Liam. Wil je wakker worden? Meestal is hij chagrijnig als je hem wakker maakt. Liam. Want je knuffelt je vast. Liam, goedemorgen. Goedemorgen. En dat is nummer 2. Hier is er eentje weer wakker. Tijd voor weer een fles. En ik heb lekker een vlog geüpload. Het is een weekvlogje geworden. Liam wilde zijn fles niet meer, maar het is ook ondertussen tijd voor Jordi's fles. Dus die is hij nou lekker aan het opdrinken. En Liam is een beetje aan het zeuren, want die wil aandacht van mama. Maar ja, ik moet nu kiezen tussen twee kindjes. En ja, dat maakt het af en toe een beetje lastig. Liam die ligt hier achter mij in de gaten te houden. En ik ben ondertussen alvast bezig met het avondeten maken. Want ik heb het uitgerekend ongeveer, komt Liam rond de tijd dat ik aan het koken zou zijn. Dus ik denk, ja, dan maak ik wel van ze eten. We eten vandaag dit. Ik heb nog nooit gegeten, dus ik ben benieuwd. Het is Hollands pannetje champignon prei. En er moet ook kipfilet in. Prei, champignon, kokoom. Ik ben dus benieuwd. Jordi houdt altijd wel van dit soort pannetjes. Dus... ja, dus dan moet ik even de prei schoonmaken. Dat is toch ook altijd wel weer een dingetje hoor, prei schoonmaken. Ik doe er altijd extra zorgvuldig. Mensen zullen me wel voor gek verklaren, maar ik doe dat toch. Ik doe altijd eerst het buitenblad zeg maar, eraf halen. Dan snij ik ongeveer zoveel als ik, zodat ik hem helemaal ga opsnijden. En dan snij ik hem door de helft. Dus dan heb je in principe twee halven. En dan spoel ik hem af onder de kraan. Wel met het groene gedeelte naar beneden. Want als er dan een vuil in zit, dan kun je dat zo makkelijker wegspoelen. En ja, dat is vrij eenvoudig. Maar ik doe het daarna ook nog in een vergiet. En daarna spoel ik het nog een keer af. Misschien dubbel werk, maar ja. Dit is een tip van mij. Ik moet echt geen zand proeven. Als ik zand proef, dan hoef ik mijn eten al niet meer namelijk. Dan ben ik echt een zeik in. Dus ja.
eten vandaag dat. En ik maak er aardappelpuree bij. Ik zag dat je de aardappels er rijst bij kon eten. Ik maak er aardappelpuree bij. En dan heb ik ook weer gegeten. Dat is toch iets wat noodzakelijk is, eten. Ja, Lily. Je hoort ondertussen Lily een beetje. Ja, wij noemen Liam altijd Lily. Dat is gewoon zo gekomen. Maar hij heeft wel meerdere bijnamen hoor. We noemen hem ook wel eens cavia. Omdat hij af en toe van die piep cavia geluidjes maakt. En dan noemen we hem wel eens cavia. Ondertussen wil ik hier eventjes opruimen wat ik niet meer nodig heb. Even kip snijden. Oh, trouwens, ik heb koksopleiding gedaan. Niet dat ik er nog heel veel mee doe. Maar, hè. Dat had ik toen ik toen ik de koksopleiding heb gedaan. Toen had ik dit koksmes gekocht. Met mijn naam erin. En mijn achternaam, maar ja, die laat ik niet zien. En dan geboortedatum er ook in. Die moet ik nog ooit een keer naar een slijper brengen, want die is zo bot als het maar zijn kan. Ach ja, ik heb niet alles hebben. Nou, nu hebben we de kip. Die had ik even uit de vriezer gehaald. Ja, mama uit de vriezer gehaald, hè jongen. Ja. Ik doe trouwens tussendoor altijd lullen tegen mijn kinderen. Als ik met iets bezig ben of zo en ik hoor een geluidje, dan denk ik, ja. Terwijl ze misschien helemaal niet tegen mij hebben, maar... Ja, ik hoor je wel. Ik hoor je wel, mama heeft nou kiphanden. Mama komt je zo pakken. Mama heeft kiphanden. Maar wel fijn is een kip die bevroren is, of in ieder geval enigszins bevroren is, kun je zo makkelijk in blokjes snijden. Vind ik dan. Zo. Aardappeltjes gehaald. Even schillen. Even een vraag tussendoor. Volgend weekend is het moederdag. Wat gaan jullie eigenlijk met moederdag doen? Gaan jullie naar jullie moeder toe, ondanks de coronatijd? Of komt jullie moeder naar jullie toe? Of doe je het aan een afstand? Of wat ga je je moeder eigenlijk geven? Ik heb wel inspiratie nodig, denk ik. Want ik weet niet wat mijn moeder gaat geven. Ik weet wel dat mijn ouders naar ons toe komen. Komen bij ons op bezoek. Ook omdat volgende week maandag de scholen weer beginnen. En dan willen we toch eventjes een beetje uitkijken. In verband met Jordi en Liam. Omdat we niet weten hoe en wat. En dus dan is het heel eventjes gewoon aankijken. Maar ze komen zondag in ieder geval hierheen. En dan doen we hier moederdag vieren met mijn moeder. En dus ik vroeg mij daar gewoon eens af. Laat het weten onder in de beschrijving. Als je dat wil. Dat zou ik wel leuk vinden. Nou, mijn prijs zit erin hoor. De aardappels staan op. Ik ben dus benieuwd hoe dit gaat smaken. Het zal wel lekker zijn hoor. Maar ik ben gewoon niet benieuwd. En daar ligt Liam. Ons juppietje. Liam heeft altijd warm. En als we sokjes bij hem aandoen, wordt hij helemaal boos. Dus ja. Dus hij heeft het liefst geen sokken aan. En hij heeft ook warme voetjes. Ja. Heb je het er weer uitgegooid? Heb je hem er weer uitgegooid? Ja. Heb je hem er weer uitgegooid? Klein smietje. Ja. Wil je nog tutteren?
Ja? Dat komt omdat je zoveel van papa houdt, hè? Ja. Ja. Nu heb ik de saus erin geflikkerd. En dan gaan we eens even proeven. Ik ben benieuwd. Echt best lekker. Ik denk dat dat wel een geslaagd iets is. Ik denk dat Jordi hem ook wel lekker vindt. Alleen ik vind hem wel iets of wat zout. Maar ja, ik kook vrijwel zoutloos wat dat betreft. Ik doe bijvoorbeeld ook geen zout bij mijn aardappelen en dat soort dingen. Maar ja, dat is dan maar zo. Maar voor een keertje is dit wel wat te doen. De aardappelpuree heb ik inmiddels ook klaar. En nou, heb ik mijn eten dus ook klaar. Of ik het straks alleen nog maar even op te warmen. Hallo. Je bent wakker. Je hebt nou best lang geslapen nog hoor. Ik hoorde hem net in één keer dat hij wakker was. Dus ik dacht, laat ik naar boven lopen. Ja. Papa is thuis. Hallo. We hebben gegeten. Liam is nog aan het eten. Die wou zijn flesje niet meer. En ik ben ondertussen de Luxeflex even aan het afdoen. Niels heeft voor mij de gordijnen eraf gehaald. En doe ik even mijn ramen wassen. En ik hoop dat ik ook even de buitenkant kan doen, want die ziet eruit. Jordi zit lekker met Bort de Wolf van de Fabeltjeskrant te spelen. Dat is aan het graven. Dat is zo'n handpop. Bor de Wolf, dat is een handpop. En papa die is moe van het werken. Maar was het eten lekker? Ja, uit de eigen keuken. Nee, maar even serieus, want ik heb straks de mensen meegenomen in wat ik ging maken. Oh, dat is hartstikke lekker. Ik zou het al dat nooit hadden gegeten, dus vandaag. Jordi had het ook al. Ja, hè? Het was goed te eten. Alleen ik vond het een beetje zout, maar dat is mijn idee. Maar goed, ik ga even verder, want anders dan komt het niet af. Want de kaboutertjes doen mijn werk niet, helaas. En ik ook niet. Nee, dat is waar. Jordi heeft de hele avond erover gedaan om in slaap te vallen. Liam die krijgt nu de fles van mij. En ik heb ramen gewassen, was gedaan en alles erop en eraan. En wij gaan nu lekker flesje geven en daarna naar bed. Welterusten. Een hele goede morgen. Jordi heb ik net wakker moeten maken. Nee, je blijft liggen. Jordi heb ik net wakker moeten maken. En hij was een beetje chagrijnig. Jij vindt het ook niet gek als je gaat spoken terwijl je eigenlijk moet slapen. Hij is ook helemaal niet zo blij nu. Dit is een blik I don't care. De rest van de woorden laat ik even buiten wegen. En Liam die heeft al de fles gehad. En die is nu lekker een beetje aan het lummelen. Of hoe noem je dat? Een beetje slapen, een beetje wakker zijn, een beetje slapen, een beetje wakker zijn. Dus ja. Het moment is weer aangebroken dat we fruit gaan eten. Hé jongen,
Ik heb gele kiwi en peertje. En er zit wat brinta-vlokken doorheen en een cookie. En ja, ik heb het nu fijn gemalen, zodat hij niet echt hoeft te kauwen. En dat komt omdat hij de afgelopen dagen niet zo heel goed gepoept. En meestal werkt het fijn malen dan eventjes om het weer een beetje op gang te krijgen. Zodat hij niet te veel hoeft te kauwen en dat zijn darmstelsel heel eventjes makkelijker op gang komt. Dus, want ik heb het idee dat de botox aan het uitwerken is. En daar kan ik alleen maar op deze manier eigenlijk achter komen. Lekker hè, jongen. En wat ook wel makkelijk is, is er zitten hier van die pitjes in van de kiwi. En die vind je dan ook terug in zijn poep. En dan weet je ongeveer hoe lang het in zijn buik heeft gezeten. Dat is ook wel makkelijk. Dan weet je ongeveer hoe lang hij erover doet en over gedaan heeft om het te verwerken. Dus dat zijn allemaal dingetjes die meetellen. Waar ik op let in ieder geval. Vind je lekker? Lekker hè? Kiwitje en peertje. Jordi ligt gelukkig al even te slapen. En deze kleine man ligt ook lekker te slapen. Ik ben ondertussen alvast eten aan het koken. Want ja, als dadelijk Jordi weer wakker is, dan heb je er bijna geen tijd voor. Dus ik ben alvast eten aan het maken. Ik kook makkelijk vandaag kip tandoori. Vindt Jordi hartstikke lekker. En Niels vindt ook hartstikke lekker. En ik vind het niet super, maar ik vind het niet erg om het een keer te eten. Dus dat ben ik nu aan het maken. Gewoon uit een bakje. Ik heb geen zin in moeilijkheid nu. Voordat Jordi geboren werd, stond ik regelmatig in de keuken hele gerechten helemaal uit mijn mouw te schudden. En toen Jordi wat ouder werd, is dat weer een beetje teruggekomen. En nu is daar weer een beetje downhill gekomen. Maar ja, dat komt allemaal wel weer als ik iets meer tijd ervoor heb. Maar voor nu ben ik dus kip tandoori aan het maken. Wel met heel veel groenten. Want dat vind ik wel belangrijk. En ik heb ook een salade erbij. Dus, dat eten we vandaag. Zo. Soepje erin. En we kunnen er weer tegenaan, zeg maar. Hè? Ja. Het een beetje moeite met in slaap komen, maar hij is net wakker. Vliegen. 4:10 of zo was hij wakker. Hè? En die andere slaapkop ligt nog heerlijk hier te slapen. Maar zijn ze toch lief als ze slapen? Ja. Yeah. Papa is weer thuis! Hoi! Ben jij lekker mopperen? En Liam hebben hem alweer omgekleed, hè? Ja, je hebt een plasje gedaan, hè? Ja! Zonder luier. En dat gaat niet zo goed. Nee! Ja. Kijk eens hier. Hier staat meneer de leeuw. Ja! Oh, die is niet zo eng, hoor. Waar is je toetje? Met deze. Happy? Papa? Ook niet. Ook toch wel. Samen tanden poetsen. Doet. Oh.
Tanden poetsen, tanden poetsen. Heel mooi schoon, heel mooi schoon. Samen tanden poetsen. Nou, het was maar weer een avondje wel. Jordi die had de hele tijd buikpijn en die is pas heel laat geslapen. Die heb ik uiteindelijk nog extra voorlax gegeven. En die is uiteindelijk met een flesje in slaap gevallen. En dat was tegen 11 uur. Na heel veel proberen. En deze drama queen. Die ligt in zijn bedje. Maar die was ook de hele avond bezig. Dus we hebben het druk gehad. Maar goed. Wij gaan deze ups en down afsluiten. En welterusten. Welterusten. Ik slaap lekker tot de volgende.